Beste kijkers, het is er weer zoiets. Koken met Ton, gezeten op de Schollegommen. Ik loop er weer op een bekende plaats. Je hebt het bij de vorige aflevering ook gezien. Ik ga natuurlijk op bezoek bij Cheesy's. Want dat doen ze meer als alleen maar een tostieke maken. God gemet. Papa Bear! Hey! Hey! Alles goed? Ja, ja, ja. Samba! Ja, ja, ja. Waar ben je geweest, vriend? Ja, ja, dat was eventjes laat geworden. Ja? Ja, 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 dus. Ja, je ziet er ook boe uit. Nou, nee, nee, nee. Nee, ik zie er goed uit. Ja? Ja, zo zie ik altijd uit. En heb je wat geleerd vannacht daar dan met dansen? Ja, ik heb heel veel dansen gezien. Gezien? Ja, dat vind ik het lekkerste, hè. Ja, ik kan me iets bij voorstellen als je naar samba dansen gaat kijken, daar is wat te zien. Ja, ja, dat is waanzinnig. Ja, maar hier bij Cheesy is ook wat te zien. En, ja, en te proeven en te ruiken. En dat gaan we nou doen. Wat gaan we doen, John? We gaan de quesadillas introduceren. Dat gaan we doen. We gaan even kijken wat dat zijn, hè, toch? Of weet je het al? De cascadillas. Nee, nee, quesadillas. 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 We gaan kijken wat het is. Oh ja. Hier staat dat, hè? Nee, daarboven. Het rood, dat ook, ja. Maar daarboven staat het met blokletters. Zie je, boven? Ja. Oh, daarboven ook nog een keer. Waarom staat het hier twee keer op dat bord? Kan ik twee keer bestellen? Dat kan je twee keer bestellen. Oh. En wat is dat eigenlijk? Nee, wat zit erin? Een quesadilla is een tortillaplaat. Voor de mensen die het niet kennen. Is het een wrap? Hmm. Of voor de Arabische wereld is het een durumplaat. Het is allemaal hetzelfde. Hetzelfde? Ja? Ja. Alleen natuurlijk, het is eerder een durumplaat hier van ons, omdat we daar gewoon ook altijd op achten dat het een halal product is. Gewoon omdat ik het gewoon het liefst ook eet. Ik verkoop alleen maar wat ik zelf ook zou eten. Dus vandaar. Dat hoor je niet vaak in de etent. Ja, ik geef dit is een echte eettent en geen vreetent, want hij eet het zelf ook. Absoluut. Kijk, zullen we het zien? En wraps kennen we. Ja. Dat is toch wel in nou bij ons. Ja, hè? Dan maak je zelf ook wel eens met wat sla en of met wat bonen in of zo. Ja, ja, is het dat? Dat is het ongeveer. Alleen wij van Cheesy doen er nog weer een stapje bovenop. We ja, dat snap ik. Ja, dat gaan we, hè. Dat snap ik. Ja. Ik kan niet hetzelfde denken als jij. Maar hoe ben je op dat idee gekomen dan? Van waar heb je dat een keer ooit gegeten? Ja, vroeger heb ik natuurlijk heel veel gereisd. Ik was een succesvol artiest, zoals je weet. Dus ik heb de hele wereld eigenlijk afgereisd. En ik heb heel veel dingen, dus heel veel ideeën opgestoken. En vandaar dat ik, nu dat ik mijn eigen zaak heb, ging ik echt op zoek naar die dingen die ik gewoon heel interessant vond. Om onze stad gewoon wat nieuws te bieden. Och ja, dan je dat zeg, ja, je bent eigenlijk bekend vanuit de muziek. Ik dacht eerst dat het van die nepgooien platen, maar die zullen er echt ook nog. Is die man erg? Ja, dat is die man nog erg? Papa Beer, we gaan kijken wat we gaan maken. Okay. Laat me dat eens zien. Ja, de groenten die van de vorige week hebben gemaakt, heb je die nodig? Niet die van vorige week. Deze, dit is weer een nieuwe week, dus we maken om de twee dagen maken het vers. Ja, dat mag wel gezegd worden. Maar inderdaad, het is een goede mix van groenten. Het is wat mij betreft altijd een balans wat betreft de juiste groenten te pakken. Want je wilt de zoetigheid, je wilt de savory, ja, hoe noemen ze savory in het Nederlands? Hartig. Dat is te hartige. Dus wat je dan hebt, ik gebruik dus wortel voor de zoet. Zoet aardappelen voor de zoet, dan bonen, champignons voor bepaalde vleesige effecten. Ja, 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 ja. Dan krijg je met champignons en dan gewoon broccoli. Om dan ook weer, heb ik ook laten zien vorige week, dat de broccoli stam ook een belangrijke aspect. Ja, want ik heb een steelje nog gegeten, dat was super deluxe. Ja. Ja, dat kan je weggooien, maar dat zou ik niet doen. Dat is eigenlijk de lekkerste van de broccoli. Nou, dan ga ik gewoon morgen naar de groenteboer toe en dan ga ik alleen die steeltjes over, die kist van niks. Die kun je gratis. Ja. Ja. Dat is het. Eindelijk het gratis. Goeie tip. Ja. Goeie tip. Alsjeblieft. Zo. Ja, we gaan hem even bakken.
Of zullen we eens even doorheen lopen? Nou, we gaan dus weer een kersen vegan maken. Dat heet kersen vegan, maar het is niet vegan, het is vegetarisch. De reden waarom het niet vegan is, omdat we geen veganistische kaas gebruiken. Verder is alles, ik zag hetzelfde. We zetten een plaat erop. We zetten de plaat aan. En dat is hem, hier. De witte kaas. Queso blanca. Queso blanca? Ja, dus de witte kaas. Het is niet heel veel sterk van smaak. Maar wat hij doet, is die geeft wel net het zoutige... Zoute smaakje. Dat zoute smaakje. Dat lekkere. Dat je denkt van, oeh, daar zit wat in. Want dan gaan we dadelijk fakkelen. Kijk, daar staat iets ook. Ja, dat is een top. Ik had hem achterop neergezet, hoor. Ik ga hem verstoppen. Ja, we doen maar zo, ik ga hem verstoppen. Oh, is het niet meer leuk, hè? Want dat gaat heel rap. 2 minuten staat en dan is het dier klaar. Ja? 2 minuutjes, maximaal. Als je weet wat je doet, dan gaat het rap. Er zitten verschillen in, daarom heb ik 2 platen, laat ik jullie dat even zien. Wat de juiste manier is om dit aan te pakken. Dat is leg ik uit waarom. Ready? Let's go. We go burning. Wel voorzichtig. Ja, dat is de enige open papa, vuur. Papa, want we moeten met 1 ding rekening houden. Dadelijk gaat bij Olaf de piepers. Als er vuur gaat bij Olaf meestal de piepers zijn buiten koken. Ja, Olaf, als je hier nog een beetje in zoomt, dan zie je het. Mm-hmm. Hoe de kaas langzaam tot leven komt. Kijk eens daar. Ja, hij begint als het ware te lopen. Ja. Zo. Ja, ik ben aan het scheppen. Ja, dat zijn de groentjes. Die hebben een worm gemaakt. En ja, gemixt. En ja. Die gaan die worm op. Die gaan de worm op. Maar, ja. We moeten een smaakdimensie geven. En dat is het toosten ervan. Want dan krijg je een beetje dat barbecue smaak op. Kijk, eerder een ding natuurlijk dat het flauwekul is als we even met de brandje erover gaan. Maar doen ze net, dat is speciaal voor de smaakje. Er beter op te liggen dat ze een beetje een grillsmaak eraan krijgen. En dat maakt het eigenlijk echt lekker. Absoluut. Ja, nu werd er hem dicht geklapt, dus zit er geen kloten meer. Zie je het? Mooie smeltkaas. Ja, die kaas is van de plakken dan. Ja, die kaas is van de plakken. Dat is net de schilder, zeg je. Ja. Kijk hoe dat lekker eruit loopt. Kijk, daar doen we het voor. Zo. En zo is je quesadilla. Dit is eigenlijk die quesadilla hoe die klaar is. Mm. Heel veel mensen maken 1 fout. En dat is het volgende. Als je het maakt en je maakt hem zoals deze, dan zou je een kleurverschil zien. Mm-hmm. Dan denk je van ja, maakt het nou uit, hè? Het is zo klaar. En het is, maar pak die eens even op. Boom. Kijk, je kan hem oppakken en er is niks meer aan de hand. Hè? Beetje krokant. Mm. Hè? Pak die eens even op. Oh. Eén slappe shit. Ja. Dit doet het niet voor. Nee, dat mag niet. Want wat gebeurt, dat die tortilla, op het moment dat die getoast is en die koelt af, dan wordt die krokant. Ja. En zodra, dat is waarom ze eigenlijk de wrap een klein beetje opwarmen, zodat je kan draaien. Maar daarna, klaar. Maar de quesadillas en de tostadas, die twee, zijn die types die gewoon eigenlijk krokant moeten zijn, zodat je hem ook kan oppakken en eten. Ja, het is... Dit is gratis, dames en heren. Dat is de tip van June. En Olaf, ik geef een Olaf de smaak van de... Oh! Ja, niet overdrijven, hè. Daar zitten spullen in. Kom hier. Ik heb maar 1 hand. Ja, ja, ja. Hoppaak. Lekker, hè, Olaf? Lekker. Ja. Lekker, lekker, lekker! Ja, het hapt zo heerlijk weg. Mm-hmm. En 0 calorieën. Ja. Kaas een beetje, maar meer kan je er niet van maken. Daar word je niet vet van, hoor. Dan weten we alles wel. Zo, June, alle kaas die je in huis hebt? Alle kaas die ik in huis heb. Dat zijn nogal wat.
Ik heb gekozen voor wat Nederlandse kaas. Om gewoon niet ver van mijn bed te gaan lopen zoeken terwijl we in kaasland zijn. Dan heb ik de Amerikaanse kaas. De Italiaanse kaas, de mozzarella, hè, dat kennen we allemaal. En de geïmporteerde liquid cheese. Jongen, je werd geverfd, geschilderd en gewit en gebakken. Zo, nu gaat het gebeuren. Zo. Hup. Dat is onze belegen kaas, dat kennen we wel. Dat is die queso blanca. Die kennen we niet. Dat moet ook niet, hè? Ja, dat moet ook niet. Het is allemaal goed. Oh, dan, alles apart verpakt, hè? Ja, dat is de cheddar. Die is echt... Cheddar, die zit eigenlijk in Amerika overal. Dat zit overal op. Dus, elke cheddar. Hamburger, je kan geen hamburger of iets bedenken of daar zit geen cheddar op. Precies, dit is white cheddar. Ja, de witte cheddar, die kennen ze in Nederland ook niet heel zo. Dat is niet zo heel populair. En dan... Italiano. De... Mozzarella. Jee. Ja. Ik ben gewaarschuwd, hè. Jongen. En nou het geheim van de burger. En dan de geheim... Dat is de liquid cheese. Dat is hem. Liquid cheese. Liquid. Ja, dat zal het zo weer. Dat zou hier smeerkaas zijn, hè, die liquid. Ja, eigenlijk, ja, die is vloeibaar. Ja. Maar het zijn toch wel kazen die ze overal kunt kopen. Ja, nogal, behalve de liquid en de. Ja, er is een variant van cheddar cheese die je ook gewoon bij de Lidl kan halen. Kijk eens hier, jongens. Eind deze dagen komt drie beste kikkers. En dan staat hier een nieuwe bakker achter de toog. En dat heet dan Ton. En dat heet niet koken met Ton, maar bakken met Ton. We gaan hem snijden. Ja. Hup. Hup. Bordje erbij. Och. Ja, je was gewaarschuwd, hè? Ja, maar zo moet er zijn. Zo moet er zijn. En de zus ook, dat heb ook vet. De kaas is bijzonder, daar zit bijzonder veel vet in. En de kinderen op een gegeven moment ook het vet goed te druppelen. Kijk eens hier, jongens. Jongens, dat is toch super deluxe. Dat is toch hartstikke mooi, hè? Ja. Kijk eens hier. Hoe heb je dat klaargekregen? Maar ik zal eens even kijken vroeg. Ja. En dan geef ik een brek door, hè? Ja, dat is editing, hè? Halleluja. Ik zal er maar niet hier voor de cameramensen. Ik heb twee cameramensen bij me, ik ben heel reaal. Zo. Kugels, wat het... Is heis, hè? Is heis en lekker. Ja. Beste kijkers, dit was weer Koken met Ton van Oe Cheesies in Remuin. Ik ben blij dat ik hier ben. Ik moet nu even zeggen naar Nederland, zolang ze er geen kloten. Kloten, dat heb ik wel begrepen, ja. Heb je dat begrepen? Kloten wel, ja. Kloten, dat is goed. Kloten is maar groot, ja, van de grote. Maar ik vond het weer geweldig om weer bij je te zijn. Ja. Ik hoop dat ik nog een keertje terug mag komen. Beste kijkers. Ja, zeker op zoek, nog het kies en zo, zal ik zeggen. Maar nee, dat mogen we niet zeggen, dat doen we gewoon niet. Kom even naar Papa Joe. Papa Joe, eens nou weer.